van sneakers. Vanaf kleins tot nu, I love it. Verschillende kleuren, verschillende stijlen, verschillende merken. I love it. Vandaag mijn sneakers test zien. Can I get a whoop, whoop? Hey, I said can I get a whoop, whoop? Woo, woo. Zien is K-Swiss. Kijk hoe klein en schattig. Dit is een van de sneakers die ik toen ik klein was had gekregen. En ik heb ook een tongue twister. Dit is dus de tong. En je ziet hier hele leuke kleur en er staat hier een naam. En je kan het gewoon omdraaien. Boom! Dat is toch cool? Ik wist niet eens dat ik zulke leuke schoenen had. Kijk maar eens. Leuk toch? Ah, ze zijn echt schattig. Dan gaan we nu door naar de volgende schoen. De volgende sneaker is... Huaraches! Ik heb heel vaak Huaraches in de winkel gezien. En ik vind ze zo mooi. Ze hebben zo'n bepaalde vorm dat er heel leuk uitziet. Ze hebben hele leuke kleuren. Lijkt net de kleuren van mijn logo. En kijk! Hij is toch mooi? En hier is achter een soort plastic bandje. En daar staat Nike op. Oh, en hier is de logo van Huarache. Dat is bij elke Huarache zo. Dit is gewoon echt mijn lievelingsschoen. Ik heb het gekregen voor mijn verjaardag. Nou, zullen we de volgende schoen pakken? En de volgende is... Nike! Ik vond deze heel erg mooi, omdat je kan er lekker op lopen. Het is heel erg zacht. Je kan ermee sporten, je kan ermee rennen. En ze hebben ook een hele mooie Nike teken. En ook hele leuke kleuren. Kijk, omdat ik hou erg van paars, roze, oranje. Ik vind ze gewoon super mooi. En bij elkaar is het nog veel beter. Is Adidas Superstar. Ik heb deze van mijn hele lieve opie gekregen. Love you, opie. Nou, deze heb ik dus voor kerst gekregen. En ik vind ze echt super mooi. En het is ook goed dat ze helemaal wit zijn. Want ze passen ook bij heel veel kleren. Want wit past bij heel veel kleuren. En daarom draag ik ze ook heel vaak. Kijk maar. Supermooi. Nou, op naar de volgende. De volgende. Gordon. Ah, daar is die. Nike's. Ik vind ze heel erg mooi, omdat ze hebben verschillende kleuren. En je ziet ook roze. En ik hou van roze. Als je om je heen kijkt, zie je allemaal roze kleuren. Omdat ik het een hele mooie kleur vind. En ze hebben ook turquoise veters, blauwe onderkant. Ze hebben gewoon hele leuke verschillende kleuren dat goed bij elkaar passen. En ik zie hier ook van die grijze details. Dat vind ik ook heel erg mooi. Dat maakt de schoen een beetje divers. Ja, dat maakt de schoen ook een beetje leuk. Daarom heb ik deze dus. Zullen we door naar de volgende? De volgende.
bij de Primark. Ik vond ze heel mooi en ook heel erg bijzonder. Want het lijkt alsof dit hele hoge schoenen zijn. Maar het speciale is dat de zool, waar echt de hak mee is, is helemaal tot en met hier. Dus deze hele stuk is gewoon eigenlijk de schoen. Daarom vond ik ze ook echt super leuk en super mooi. Ik heb ze met mijn eigen spaargeld gekocht. En ik ben er ook heel erg blij mee. Was de moeite waard. Zullen we naar de volgende? De volgende heb ik gekocht bij de Zara. Ik vond ze heel erg mooi, want het heeft ook weer een lichte roze kleur. En zoals ik net al zei, ik vind dat super mooi. Het heeft leuke veters. Het heeft een soort lekker zachte stof waar je lekker kan aanraken. En ja, ik vond het ook een hele leuke sneakervorm. Het past bij heel veel kleren voor mij. Dus daarom heb ik hem dus gekocht. Zullen we naar de volgende? De volgende sneakers. Doe maar de Jordans. Ik vind deze zo mooi. Ik heb er twee verschillende. Eentje is lekker grijs met roze. En de andere is met blauw, grijs, roze en wit. Ik vind ze allebei super mooi. En als ik een merk moest kiezen waar ik van hou en waar de sneakers heel mooi vind, zou het wel de Jordans zijn. Je ziet ook het teken, het is te gek voor een man die basketbal omhoog gooit. Want je weet, Jordan is een basketballer. Dus je ziet hier leuke klittenband, leuke achterkant. Ze passen bij heel veel kleren, bij jurkjes, bij verschillende outfitten. Daarom heb ik ze dus. We gaan naar de volgende. De volgende. Zo. Vet. Deze heb ik van mijn oom uit Amerika gekregen. Het heeft ook hele leuke Hello Kitty's erop. Heel veel. Wie houdt er nou niet van Hello Kitty? Het heeft ook een hele leuke roze kleur. En als je om je heen kijkt, zie je heel veel roze. En dat is ook mijn favoriete kleur. Ik ben er ook heel erg blij mee. Loopt ook heel erg lekker. Is ook lekker zacht. Ja, je kan er super veel leuke dingen mee doen. Ik ben echt heel erg blij mee. Nou, dat was de fan. De beste en mooiste sneaker van heel mijn sneakerstest is mijn Yeezys. Deze Yeezys is gemaakt door samenwerking met Adidas en Kanye West. Jullie kennen Kanye West dus wel. Hij is een rapper en een man van Kim Kardashian. Ze zijn super licht, ze voelen net zoals sokken aan. Als je loopt voel je er helemaal niks van. En dat vind ik er ook heel erg lekker aan. Deze schoen is niet overal verkrijgbaar. Ze hebben er niet zoveel van gemaakt. En dat maakt het ook heel bijzonder, omdat ik hem nu natuurlijk heb. Dat is toch leuk? Deze heb ik van mijn lieve oma in Amerika gekregen. Love you, oma. Dat was dus mijn sneakerstash. Als jullie het leuk vonden, duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Abonneer. En ik wil ook heel graag weten wat jullie favoriete schoen is. Dus zet het in de comments en dan lees ik ze allemaal. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden en dan zie ik jullie de volgende keer. Doei! Mister, ik ben boos.